Oude tegels en vintage bouwmaterialen zijn natuurlijk helemaal hip tegenwoordig. Maar dat is helemaal niks nieuws, want in de 19e eeuw verzamelde men dat ook al. Dit huis, tegenover de oude kerk in Delft, stond er ooit helemaal vol mee. En de eigenaar, Lambert van Meerten, mededirecteur van de Delftse distilleerderij, gist en spiritusfabriek, was echt een verwoed kunst- en antiekverzamelaar. Hey, hallo. Welkom in Museum Huis van Meerten. Ik ben Marije, kom verder. Ik ben Manon. Leuk dat je er bent. Top. Wow. Het is echt super groot. Kom verder. Wauw. Ja, dit is de grote hal waar alle ruimtes die je nu al ziet omheen liggen. En dit is eigenlijk de plek waar Lambert dus ook zijn gasten ontving. Maar ik zie dus heel veel oude dingen, maar ook een paar nieuwe dingen. Dus wat voor stijl is het nou precies? Nou, je zou het in één woord neo-renaissance kunnen noemen. Het is echt een huis natuurlijk uit de 19e eeuw. Maar Lambert was iemand die enorm hield van de 17e eeuw. Hij verzamelde glas, keramiek, Delfts porselein, maar ook bouwmaterialen. Dus ook bouwmaterialen uit zijn geliefde 17e eeuw. En die materialen heeft hij hier dus in dit pand, in zijn kamers, in de hal, laten inbouwen, inmetselen, intimmeren. Ja. Dus het is echt een combinatie van 19e eeuw en de 17e eeuw. En de hal waar we in staan is echt huge. Het is echt enorm groot. Klopt. Is dat nou normaal voor die tijd? Nee, dit is toch wel bijzonder wat Lambert van Meerten hier liet bouwen. Want gebruikelijk was dat je niet zo'n grote hal in je woning had. Maar de vrienden van Lambert, die ook architect waren, die zagen dat zo'n grote hal in Engeland heel populair was. Vandaar dat hij dacht van nou, weet je, dit is een perfecte plek om ook zo'n hal te maken. Ik kan mijn gasten ontvangen, ik kan hier mijn spullen laten zien. En... het leuke is ook dat hier concerten plaatsvonden. Lambert en Dina, zijn zus, waar hij mee samenwoonde hier in dit huis, maakten allebei muziek. En dat droeg allemaal bij aan de status van Dina en Lambert. Ja, dat is toch wel intrigerend, dat gouden ding wat we zien boven de trap. Maar wat is dat precies? Ja, dat is vermoedelijk iets wat uit een oude kerk gehaald is. En je ziet ook dat de kolommen eronder van een andere houtkleur zijn. Dus het is weer een samenraapsel van en waarschijnlijk iets wat uit een huis kwam. Ja. Iets uit een kerk. En hij was ook niet vies van moderniteit, nieuwe dingen. Hij had ook elektra in huis als een van de weinigen. Mm-hmm. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar waar je nu op staat, dit is de vloerverwarming uit de 19e eeuw. Oh ja. Dat was ook iets wat eigenlijk niemand had. Wel Lambert van Meerten, die had dus centrale vloerverwarming in zijn huis op kolen gestookt en ook nog mooi versierd, passende bij de rest van het huis. En jij bent via de voordeur binnengekomen en daarna ging je naar niet de salon, maar het salon. Dus... Van Meerten wilde van dit huis een museum maken. Hij had een goed lopende distilleerderij geërfd van zijn familie en besteedde veel tijd aan kunst en muziek. Het gebouw moest een studieplaats worden voor studenten van de Technische Universiteit. Het huis kwam dan ook vol te staan met objecten uit zijn verzameling. Hij ontving zijn gasten in de statige salon. Met een hoge lambrisering en plechtige eikenhouten meubels helemaal in de stijl van de 17e eeuw. Het licht kwam door de glas in loodramen die voorstellingen bevatten van muzikanten. En in de avond kwam het licht van een prachtige kroonluchter in het midden van de salon. Op de bovenverdieping is nog zo'n mooie kamer die puur werd gebruikt als pronkkamer. Het heet ook wel de stijlkamer. In de bedsteden werd dus niet geslapen. Het was een kamer waarin Lambert de meest bijzondere exemplaren van zijn verzameling bij elkaar had gebracht. En vlak ernaast, op de overloop, prachtig in het licht van de enorme glazen koepel in de hal, staat ook een bijzonder stuk uit de verzameling. Een koorhek. Puur voor de sier. Goed, dan gaan we nu naar de kamer van Dina. Lambert was niet getrouwd. Zijn zus Dina ook niet. En in dit huis wonen ze dus met z'n tweetjes samen. Lambert hiernaast, Dina hier, haar eigen kamer. Wil je een kopje thee? Lekker. Ga zitten. Ja. Ga maar zitten. Ja, maar mag dat?
Zeker, daar is het voor. Het voelt toch altijd een beetje gek? Nee hoor. Zo, ja. Prima, alsjeblieft. Dankjewel. Lekker kopje thee. Dankjewel. Nou, dit is wel heel leuk. Zitten we dus gewoon een kopje thee midden in het museum te drinken. Precies. En dit is ook waarom we eigenlijk museumhuizen in het leven hebben geroepen. Zodat je door te gaan zitten, door een kopje thee te drinken, dat je even een rustmoment hebt in de huizen. Dat je op die manier het huis kan beleven. En een beetje voelen hoe het was om hier zo eind 19e eeuw, begin 20e eeuw te wonen als Dina. Maar wie was Dina eigenlijk? Nou, we weten eigenlijk heel weinig van haar. We weten alleen dat ze dus hier het huishouden deed. Mm-hmm. En dat ze bijhield wie er over de vloer kwamen, of er alles wat in huis was. Ze had wel leuke hobby's, ze borduurde. En dat kwam heel goed uit, want Lambert die draaide stoelen. Die was bezig met het hout bewerken. En zij borduurde. En zij kon dus de rugleuning en de zitting voor de stoelen van Lambert borduren. Dus samen konden zij dus, nou ja, één ding maken. Hij maakte een product. De stoel. Ja, precies. Ja. Dus dat was wel heel erg leuk. En die kunnen we ook zien hier? Nou, achter mij bijvoorbeeld. Hier achter mij staat een stoel die ze dus samen gemaakt hebben. Dat is echt wel bijzonder. En als je zin hebt, ik weet niet of je van borduren houdt. Je kan even een gokje wagen bij het borduurmeubel. Heel lang geleden dat ik dit ooit heb gedaan. Als Lambert en Dina hier een jaar of zeven wonen, slaat het noodlot toe. Een nieuw geopende gistfabriek loopt niet goed en de distilleerderij wordt door brand verwoest. Van Meerte gaat failliet. Met behulp van zijn vrienden kan hij het huis redden van de verkoop. Maar de inboedel wordt voor het grootste deel verkocht. Wat je hier ziet is een deel van de boedel van Lambert. En in totaal is dat ongeveer 68.000 gulden geweest. Ja. Dus daarmee kon hij inderdaad gewoon zijn schulden dan afbetalen. Maar goed, hij had spulletjes dus helaas niet meer. Nee. Bizar. En deze kastenwand, supermooi. Geweldig, ja. Precies. Ja. Als je goed kijkt, dan zie je dat er verschillende delen te zien zijn. Dit gedeelte is de kast. Ja. Een echte kast. Die andere delen met die mooie ronde balustertjes, dat is typisch hinderlopen. En dat zijn twee bedstedes. Dus drie delen heeft hij samengebracht tot één kastenwand. En er is nog iets heel leuks. Dit is nog een verrassingsmoment. Absoluut. Oh, kijk. De kluis. Dat is al veel ruimte. Ja, het is een enorme kluis. Ja, klopt. Maar wat lag hier dan allemaal? Nou, we weten niet precies wat hij hier in zijn kluis had, maar ik denk dat hij gewoon daar zijn meest kostbare stukken heeft opgeslagen. Dus misschien wat schilderijen, zilver, lakwerk. En stapels geld? Nou, dat ik vermoed van niet. Ja, en dan heb je natuurlijk een lege kluis over. Ja. Maar hoe verging het hem toen hij al zijn spullen had verkocht? Precies, al zijn spullen waren verkocht, zijn schulden waren afbetaald. Hij mocht in huis blijven wonen. Gelukkig. Gelukkig, precies. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Lambert een gebroken man was na zijn faillissement. Ja. In 1904, dus 12 jaar na de bouw van zijn huis, overlijdt hij. En wij vermoeden dus dat hij zelfmoord gepleegd heeft. Wow, dat is... Ja. Jammer dat Lambert niet heeft kunnen meemaken dat zijn wens uitkwam. Want pas na zijn dood zorgden zijn vrienden Adolf Leconte en Jan Schouten ervoor dat het huis een museum werd. En Adolf was zelfs de eerste directeur. Dit is zijn kantoor. En het blijft een museum tot 2013. 3 jaar erna wordt het aangekocht door vereniging Hendrik de Keizer, die in 2020 de deuren weer heeft geopend voor het publiek.